allemaal, leuk je weer naar een nieuwe video kijken. En vandaag heb ik een video die echt super vaak is aangevraagd. Dat is namelijk een video waarin ik laat zien hoe ik mijn Instagram foto's verwerk. En allereerst kan je me natuurlijk vinden op Instagram onder de naam Jamie Jongjan. En daar plaats ik foto's. Ik vind het hartstikke leuk. En als je mij ook in het echt kent, dan weet je dat ik het gewoon heel erg leuk vind om gewoon foto's op Instagram te hebben die allemaal mooi bij elkaar passen. Dus als je in iemands feeds kijkt, dat je daar echt een overzicht ziet van allemaal foto's die echt prachtig bij elkaar passen. Ik geef eerlijk toe, ik vertel het wel eens tegen mensen die ik in het echt ken, zeg maar. Als ik soms wel zit te kijken naar mijn foto's op Instagram, ik soms zit te kijken en denk ik van, oh, ik ben zo blij dat het allemaal zo mooi bij elkaar past. Want ik doe er gewoon heel erg mijn best voor en dan vind ik het gewoon leuk, weet je. Dan denk ik van, ja, oh, het past heel mooi bij elkaar. Ja, ik kan daar gewoon echt ultiem van genieten. Het klinkt misschien heel erg stom. Maar ik vind het gewoon leuk om gewoon ervoor te zorgen dat alles wat bij elkaar past. En het is leuk, het is mooi. Op mijn mobiel heb ik een mapje met allemaal apps die ik gebruik voor fotografie. En dat zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5 apps. Niet meer, gewoon 5. Ik heb Square Ready, Whitergram, VSCO Cam, ARS Remote en PixArch. ARS Remote gebruik ik overigens niet voor Instagram. Die app gebruik ik alleen maar zodat hij verbinding kan maken met mijn camera. Dus als ik op mijn spiegelreflex een foto heb die ik op mijn mobiel gelijk wil hebben, gebruik ik die daarvoor. Ik begin met VSCO Cam, want VSCO Cam is eigenlijk de app waarmee ik echte filters en zo gebruik. Instagram heeft ook filters, maar de filters van VSCO Cam vind ik persoonlijk echt het allermooiste. Afterlight gaat ook wel populair zijn, die app, maar VSCO Cam is gratis en ik denk van, ja, dan neem ik die maar. Wat ik zelf een heel groot voordeel van VSCO Cam vind, is dat je zeg maar hier een overzicht hebt van alle foto's die je al hebt bewerkt. En ik probeer met het overzicht altijd mijn eigen Instagram feed na te boosten. Zodat ik wel kan kijken van, oh, past het mooi bij elkaar of staat het wel leuk bij elkaar. Zodat ik weet dat het ja, eigenlijk wel een tof plaatje geeft. Hoe werkt VSCO Cam? Boven staat een plusje. Je klikt op dat plusje en er laat een foto. Ik neem nu even gewoon een random foto die ik ooit al eerder op Instagram heb gezet. Die ik dan ga bewerken. En bijvoorbeeld deze foto. Deze is vorige week gemaakt toen ik in Thailand was. Er komt nog een video van over online. Ik was vorige week in Thailand. En daar ga ik nu niet over hebben, anders val ik helemaal af. Foto's gaat naar Jalmar. Ik weet niet of je dit ziet, maar Je hebt allemaal filters van VSCO Cam. En daar kan je dus een filter uitkiezen. Ik vind filters van VSCO Cam op het algemeen best wel mooi, maar er zijn altijd wel een paar filters die ik vast heb. Ik gebruik niet elke keer hetzelfde filter, dat denken mensen heel erg vaak. Maar welke filter ik vaak gebruik is F2 of HB1. Omdat de belichting op elke plek wat anders is, kan ik niet steeds hetzelfde filter gebruiken. Maar deze twee gebruik ik echt het allermeeste. Soms neem ik een ander. Maar dat ligt er maar net een beetje aan hoe die belichting op de foto is. Mocht je trouwens meer filters willen vinden op VSCO Cam, hier staat het knopje shop en daar kan je filters kopen. Let op, soms zijn er ook gratis filters tussen. Dus je kan best kijken in de shop. Soms kan je een gratis pakketje extra krijgen. Nou, ik ben deze keer voor F2 gegaan. En als je daarop klikt, kan je hier zo met het verschuiven kan je de sterkte van de filter bepalen. Het is wel altijd een beetje op gevoel. En dan klik ik op oké. Nou, hieronder heb je een pijltje, dat kan je op klikken. Dat gaat er naar boven. Dan heb je allemaal knopjes. En dan heb je hier een crush bijvoorbeeld. En dan klik op het knopje daarnaast. En dan zie je hier dat je allemaal tools hebt. Je hebt exposure. Dat is hoe licht je het wilt hebben. Contrast. Je kan hem draaien. Bijsnijden. Scherper maken. Allemaal van dat soort dingen. Kouder, warmer. Je ziet hier dat je gewoon heel veel keuze hebt met wat je kan doen. Dit zit net iets meer handmatig aanpassen. Wat ik van mijn foto's zelf altijd weet, is dat mijn foto's vaak net iets kouder zijn. De temperatuur is wat lager, dus een beetje meer blauw en zijn niet heel erg warm. En qua tint zijn ze iets meer roze dan groen. En voor de rest zijn ze vaak erg licht. Ik heb ze wat scherper. Dus dat hou ik altijd in mijn achterhoofd als ik mijn foto's bewerk, dat het ongeveer een beetje die eigenschap moet hebben. Ik begin vaak met het bijsnijden. Nou, ik doe met een vierkantje. Dat vind ik vaak het mooiste voor Instagram. Hij is gekropt. En dan exposure, dan maak ik hem vaak wat lichter. Zoals ik al zei, is elke foto anders. Eén foto maak ik wat lichter dan de ander. Ik doe het altijd gewoon een beetje op gevoel. Nou, vinkje. Even kijken. Dan heb je daarnaast contrast. Nou, sharpen doe ik altijd. Maak ik hem iets scherper. 5 is me altijd wel een beetje het maximum, zeg maar. Anders vind ik het echt een beetje too much worden. Maar zoals ik al zei, bij elke foto is het er anders. Saturation, dus hoe fel de kleuren zijn. Ik doe die vaak een beetje naar beneden. Niet altijd. Vaak vind ik dat wel iets mooier dat het een beetje grauwig is. Dan hebben we nog meer. Temperature, zoals ik al zei, is vaak bij mij iets koeler. Dat vind ik vaak net een mooie, beetje die koude foto's. Ik heb ooit geleerd, met koudere foto's krijg je meer het hygiëne en schoon gevoel.
En met warmere foto's krijg je gewoon meer een warm gevoel, zeg maar. Nou, daarnaast heb je tint. Tint, en als je naar beneden gaat, wordt het vaak iets meer groenig. Ga je naar boven, wordt het vaak iets meer roze. En mijn voorkeur gaat altijd naar dat van boven, dus vaak doe ik die ook een beetje omhoog. Veet doe ik vaak wel. Het is een soort van... Hoe leg je dat uit? Ik vind het heel vaak erg mooi dat het wat zachter wordt. Ja, het wordt gewoon wat zachter. Dat is goed. Het wordt wat zachter. Nou, ik doe vaak een veter over. En af en toe speel ik nog met een shadow die ik een beetje blauw doe of zo. Ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van heel erg veel spelen. En dan ben ik klaar. Dan sla ik hem op. En dan kijk ik in mijn overzichtje van past die erbij. En vervolgens ga ik naar de app Square Ready. Als je me op Instagram volgt, weet je ook altijd een soort randje op mijn foto's heen heb. Dat vind ik zelf erg mooi en dat doe ik met deze app. Aan de onderkant hier zie je knopjes waarmee je foto kan bewerken. De middel zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld een foto hebt die niet helemaal vierkant is, maar bijvoorbeeld horizontaal, dat je boven en onder een extra rand of balk erbij krijgt. Nou, die is voor mij niet voor het geval deze keer. Maar ik ga voor de laatste. Die zorgt voor de rand eromheen. En ik ga altijd voor 3 tikjes. Kijk, als je 1 tikje doet, krijg je een vrij brede rand. 2 tikjes een iets dunnere. En bij 3 tikjes de dunste. En die vind ik zelf het mooiste. Niet te dik, niet te dun. Dit vind ik gewoon mooi. En ja, dat zit eigenlijk. Dan heb ik mijn foto. Wat ik vaak ook nog doe, doe ik niet altijd. Van bokeh, een beetje van die gekleurde lensvlekken. Dat doe ik met de app PixArt. En PixArt is echt een app. Love it. Als je mij al wat langer volgt, weet je ook best wel vaak enthousiast over deze app heb gepraat. Nou, ik klik op tab to start creating. Edit. Dan kan je een foto bewerken. En ik neem gewoon nu de foto die ik net had. Waar ben je? Hier, ik heb je. Oké, ja, hier. Ik kan nu echt zoveel met deze app. Je moet maar gewoon een keer downloaden en kijken wat je er allemaal niet mee kan. Dan ga ik naar Mask. En dan ga ik naar Lights hier. Heb je. Je kan ook bokeh doen trouwens. Ook wel erg mooi. Ik ga meestal voor Lights. En heb hier allemaal van die belichting dingetjes. Goeie woord voor is het niet helemaal, maar je snapt wat ik bedoel. Ik doe dat niet altijd, maar het geeft op sommige mensen net een iets dromeriger effect. Dus dat vind ik gewoon echt mooi. Yeah, I love that. Als je er op eentje klikt, zie je dat je bijvoorbeeld de opacity kan aanpassen. De kleur. Mijn favoriete is Light 8. Dat is deze. En ik vind die echt super mooi. Overigens zag je ook nog de app Whitercam voorbij komen. Whitercam is eigenlijk hetzelfde als Square Ready. Maar ik vind Whitercam vaak net makkelijker als ik bijvoorbeeld een balk eromheen wil. Want bij Whitercam kan je alleen de balk eromheen doen, niet zo'n randje eromheen. Maar ik vind Whitercam net iets makkelijker te gebruiken. Het gaat echt eigenlijk om niks. Het zijn eigenlijk een beetje dezelfde apps. Maar voordat iemand vroeg van, waar gebruik je Whitercam dan voor? En dit was het dan. Dit is hoe ik mijn Instagram foto's verwerk. Het is super vaak gevraagd. Maar uiteindelijk de video voor jullie. Ik ben blij. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ja, als je nog vragen hebt, laat hier beneden achter. Als je nog tips hebt voor goede apps of zo, of weet ik veel. Just let me know. Dat is leuk. Dat is leuk om te delen met andere mensen. Ja, nou ja. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren. En ik zal nog wel een linkje naar mijn eigen Instagram hier beneden plaatsen. Voor als je de foto's wilt zien. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Ik besloot een bucketlist te maken voor 1 week. Wat zou ik doen als ik 1 week extra had?